ben in Edinburgh, Schotland, omdat de tentoonstelling van de Royal Collection, die nu in Den Haag te zien is, eerst deze stad aandeed. Een mooie gelegenheid om in te zoomen op de Hollandse genrestukken. Genrestukken zijn voorstellingen uit het dagelijks leven. En in de Hollandse Gouden Eeuw zijn er heel veel van dat soort voorstellingen gemaakt. Je ziet de mensen in huis, Hollanders in huis, aan het drinken, aan het spelen, muziek aan het maken. Vaak gaat het over de liefde. In het begin van de 17e eeuw zien we vooral heel veel boeren, afgebeeld in herbergen. Er wordt veel gedronken en al die alcohol leidt tot allerlei gevechten. Gaat er vaak ruw aan toe. En dan later in de 17e eeuw, en dat is dan in tegenstelling tot die boerentaferelen, die wel low-life taferelen worden genoemd, ontstaan zogenaamde high-life taferelen. En dat zijn schilderijen met mensen uit de hogere burgerij, mooie kleding, mooie interieurs. Daar gaat het ook wat rustiger aan toe. Er is wel alcohol in het spel, maar die alcohol heeft dan meer amoureuze betrekkingen tot gevolg. Genrestukken moet je altijd met veel aandacht bekijken. Er zit meer in dan je denkt, maar je moet goed opletten op een aantal aspecten. Kijk bijvoorbeeld naar de gezichten, de uitdrukkingen, maar ook de blikrichting. Wat voor een huis is het? Hoe rijk is het interieur? En de kleding van de figuren? Zijn dat hele mooie, dure kleren? Of zien ze er juist heel eenvoudig uit? En dan moet je ook heel goed kijken naar bepaalde voorwerpen, want alledaagse voorwerpen kunnen een verborgen betekenis hebben. Bijvoorbeeld bij dit schilderij van Metsu, genaamd de cellospeler. Op het eerste oog zien we een mooi interieur met rijk aangeklede mensen. Een dame op een trap, een beetje een poppetje. Komt naar beneden met een blad muziek. Een man wacht op haar, is zijn cello aan het stemmen. Er wordt blijkbaar gemusiceerd en er is één iemand die niet mee mag doen. Die zit in de achtergrond. Kijkt ook weg en hij is herkenbaar als een zogenaamde minnejanker. En dat wil zoveel zeggen als een afgewezen minnaar. Blijkbaar gaat het hier om de liefde en dat is belangrijk, want het instrument in de voorgrond, die cello, die stond in de 17e eeuwse literatuur ook wel symbool voor harmonie. In dit geval dus de harmonie in de liefde. Het Mauritshuis zelf heeft ook een hele mooie collectie genrestukken. Die schilderijen zijn niet opgenomen in de tentoonstelling, maar te zien in het museum. Onder andere een groep schilderijen van Jan Steen. En hier zie je het oestereetstertje. Het allerkleinste schilderij dat wij van Jan Steen kennen. Een heel mooi, heel fijn geschilderd werk. En wat daarop te zien is, is een meisje achter een tafel. En zij is bezig een oester met zout te bestrooien. Ze ziet er heel mooi uit met die prachtige strikken in het haar. Kanten kraagje wat ze draagt boven haar fluwelen jakje. Maar met het bed op de achtergrond, die oester die als lustopwekkend wordt beschouwd, alles bij elkaar maakt dat er echt een dubbele bodem in zit en dat we hier toch ook een erotische betekenis in kunnen lezen. Dit schilderij van Frans Vermeer lijkt heel erg op het werk van Jan Steen, ook een meisje met oesters. Ze is bijna net zo gekleed in dat rode jek. Maar bij haar zie je haar boezem al, het jek staat al open. En er is nog een extra persoon in deze kamer. Een man achter de tafel, die biedt haar op een zilveren schaal oesters aan. Zij heeft een oester gepakt van zijn schaal. Ook hier is natuurlijk de liefde in het spel. En daarin speelt die man natuurlijk de hoofdrol. Niet wij als kijker, maar die man in haar kamer. En Frans Vermeeres heeft een grap ingebouwd in deze voorstelling. Want hij heeft het gezicht van de man en van het meisje de gezichten van hemzelf en van zijn vrouw gegeven.